Niet alleen kritiek uit Brussel, ook in Turkije zelf zijn er veel mensen die zich verzetten tegen het beleid van president Erdogan. De Turkse oppositie is daarom een mars begonnen van Ankara naar Istanbul. Correspondent Olaf Koens was erbij. Het is in totaal 425 kilometer, dus kun je maar beter je sportschoenen aantrekken. Dat Erdogan zijn macht misbruikt, dat wordt niet alleen in Brussel gevonden, maar ook hier in Turkije. Dit is de grootste Turkse oppositiepartij en die marcheren in een lange mars van Ankara naar Istanbul. Ze willen gerechtigheid. Ook partijleider Kılıçdaroğlu is strijdvaardig. Hij loopt voorop en het tempo ligt hoog. Türkiye'de demokrasi yok, demokrasinin gelmesini istiyoruz. Adalet yok, adaletin gelmesini istiyoruz. Yargı siyasi otoritenin emrinde, yargının bağımsız ve tarafsız olmasını istiyoruz. Arkadaşlar biraz... Vorige week werd een van de parlementariërs van zijn partij tot 25 jaar cel veroordeeld. De reden voor de sympathisanten nu de straat op te gaan. Overal langs de kant van de weg zijn er bewonderaars. Hier in deze caravan komt de 68-jarige politicus op adem en houden artsen zijn gezondheid in de gaten. Benim çocuklarım var. Torunlarımız var, bu ülkenin gençleri var. Emin olun hepsi için yürüyorum, 80 milyon için yürüyorum. Of hij Erdogan op de knieën krijgt, dat durft hij niet te zeggen. Maar zolang zijn voeten hem dragen, belooft hij wel door te gaan. Ayağım iyi, fena değil. İyi. De mars is nu halverwege. Steeds meer Turken sluiten zich aan. Erdogan dreigt. Hij noemt de mars juist illegaal en suggereert de deelnemers op te laten pakken. En juist daarom blijven ze hier lopen.